Yo, Nintendo fans! Yo! Wou je ook weer je shine? Misschien moet je even de telefoon opnemen, Piet. Het zou handig zijn. Want wij worden gebeld in een nieuwe aflevering van Pokémon Sword The Crown Tundra. Een blauw duimpje omhoog als je dit vet vindt. En vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo video's. Wij gaan die telefoon eens even opnemen. Iemand belt ons en die zegt, hallo, hallo. Wie is dit? Dit is Rix Rotomphone, toch of niet? Ja, dat klopt. Dit is Rix Rotomphone. En deze persoon heeft Hop om mijn nummer gevraagd. En hij of zij is blij dat Hop niet het verkeerde nummer heeft gegeven. Nou, maar wie ben je? Oh, Leon! Yo, what up? Waarom bel je mij, Leon? De vroegere kampioen van Galar heeft een... die wil iets aan je vragen. Aan de huidige kampioen, want dat zijn wij. We moeten naar Wyndham Stadium en daar gaat hij ons alles vertellen. Oké, nou, let's go to Wyndham Stadium. Met mijn freaking epische Moltres. Ik ben verliefd op deze Moltres. Ik vind het zo'n pracht Pokémon. Holy moly. Anyway, we gaan naar Wyndham Stadium. In mijn mooie gouden pakkie. Ziet er toch fantastisch uit, jongens. Oké, nou, Leon. Ik ben er. Leon! Volg me naar de Battle Court. Oftewel het veld waar altijd gebattled worden. Wordt. Hij vraagt of ik ready ben. Ben ik ready? Ja, joh, ik ben ready, man. Ik heb mijn Moltres bij me. Ik weet niet wat je daar wil gaan doen. Maar ik ben ready. Oh, dit is lang geleden, jongens, dat we op het Battle Court hebben gestaan. En daar staan alle gymleaders. Nice. Kijk, ze staan. Milo. Waarom ben ik nou alle namen vergeten? Hop is er in ieder geval ook. En wat is er hier gaande, jongens? Ja, Leon heeft het me nog niet verteld. Yo, Avery is ook hier. Leuk dat je er ook bent, Avery. Avery zegt, je kijkt. Naar de gekozen leider van de Psychic Gym. Oké, jij hebt een Psychic Gym. Dat is vet. Nou, tof, leuk dat je er ook bent als gymleader zijnde. Zou er ook weer zijn? Ik weet niet wat hier gaat gebeuren, jongens. Ah, kijk, hier is Leon. Die gaat het ons vast vertellen wat er allemaal gaande is. First things first. Ik wil allereerst dankjewel zeggen dat jullie hier allemaal zijn. Ja, graag gedaan. Super tof. Leuk om hier met z'n allen te zijn. Hij wilde het eigenlijk al eerder uitleggen, maar ja, hij vindt dit veel leuker nu we hier allemaal zijn. En Ryan zegt, ah, kijk naar die gozer, jongen. Hij wordt helemaal serieus nu hij wat ouder wordt en zo. Oké, serieuze blik. Ja, een beetje boos kijken. Ik heb mijn hele leven gewijd aan het battelen en de beste trainer te worden. Toen zag ik Rick en die werd zo sterk. En Hop ook. En daar is BD trouwens. Maar Leon zegt, en dat bewees me hoe ver je kan gaan als je echt tegen een rivaal aan het battelen bent. Daar word je alleen maar beter van. En nu ik de league heb overgenomen van Chairman Rose, dacht ik dat het een tof idee zou zijn als we nog vettere battles gaan doen. En daarom zijn jullie allemaal hier. Ja, we zijn er allemaal. Hij verklaart het Galarian Sterrentoernooi voor geopend. Oké, wat? Vraagt Marnie. Wat precies? Pierce die denkt ook van, oh, waarom sleep je ons mee in deze onzin? Dit is een toernooi waarin je elkaar uitschakelt via multi-battles. Ah, we moeten samen met iemand anders gaan battelen. Dus we moeten een partner uitkiezen. En dan moeten we het toernooi zien te winnen. En nu moeten we dus een partner gaan zoeken. Met wie willen wij partneren? Ja, B is hier niet, hè? Ik zou sowieso met B gaan partneren, maar zij is hier niet. Dat is wel een beetje jammer. Gaan we met Nessa? Of gaan we met Ryan? Waar is Ryan? Ryan is hier niet. Kan je niet met Ryan partneren? Nee, Ryan partnert zeker met Leon. Oh, dat wordt nog wel een ding, hoor. Ik denk dat ik met Nessa ga partneren. Of met Marnie. Ah, moeilijke keus dit. Weet je wat? Ik ga gewoon voor Marnie. Let's do this. Ja, dit is een lekker teampje. Ik vind Marnie altijd wel tof. En ik moet samen met Marnie tegen Milo en Nessa. Kan ik mijn team nog aan? Passen? Oké. Ja, misschien had ik eventjes langs Pokécenter moeten gaan van tevoren. Oké, Milo en Nessa. Gras en water. Ah, ik kan niet meer wisselen. Ik moet het met deze Pokémon doen. Nou ja, op zich ook niet erg. Zapdos, Urshifu, Moltres, Regieleki, Articuno en Calyrex. Dat is geen heel slecht team of zo. Helemaal prima. Dit is ons team. De belangrijke eerste stap, mensen. De eerste battle en team Milo en Nessa. Ja. Tegen team Marnie en Rick. Dit wordt een mooi battletje. Milo zegt, hebben we daar even geluk mee? We moeten tegen de kampioen. Lekker dan. En Nessa zegt, kom op Milo. Je gooit toch niet nu al de handdoek in de ring? Samen kunnen we dit doen. Ook al moeten we tegen de kampioen. En Marnie zegt, nou, jullie moeten niet alleen je best doen. Want ik laat je de kracht zien van de Spike Muth Gym. Oké, jongens. Duo battles. Let's go. Daar gaan we, man. Tegen Nessa en freaking Milo. Ja, dit is wel vet, hoor. Dit is wel leuk om te doen. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Oh, Golissopot en Ludicolo. En wij hebben Marnie en Reggie in Lakey. En we kunnen gelijk eventueel
Dynamaxen. Kijk, met Electric Web raak ik ze gelijk allebei. Dus dat is super chill. Laat ik die aanval gelijk doen. Ludicolo doet Fake Out op mijn Reggie Inleki. En Golisopod doet First Impression. En Morpeko is dood. Oké, lekker begin wel, Marnie. Ik ben flinched. Dus ik kon niks doen. Oftewel, niet echt een beste start. Misschien dat ik toch maar moet Dynamaxen dan. Oké. Hoppakee, Golisopod is voor de helft down. Ludicolo is voor 1/3 down. Hun snelheid is naar beneden. Golisopod is er gelijk vandoor. Dat is altijd lekker, want dan hebben ze nu geen aanval. Dus dat is chill. Nu komt Toxapex uit de kast. Scrafty doet Crunch op Ludicolo. Oeh, die heeft 1 HP over. Dit is jammer. Dit is heel jammer. En Ludicolo doet Waterval op mij. Nou, ik kan dat hebben. Ik kan nu weer Dynamaxen. Maar eigenlijk vind ik het wel chill dat ik ze allebei gewoon kan raken met deze move. Dus misschien is het slim om dat gewoon even niet te doen, Dynamaxen. En Ludicolo sowieso te slopen. En Toxapex ook even goed te raken. Oké, wij staan voor, jongens. Regieleki en Urshifu gaan een leveltje omhoog. Scrafty doet Crunch op Toxapexy. Dat doet niet heel veel. Toxapex doet Liquidation op Scrafty. Ik hoop dat hij het overleeft. Ja, makkelijk. Lekker, man. En Milo gooit er nu een Cherim uit. Ik blijf ze gewoon lekker allebei aanvallen met Electro Web. Dit bevalt me prima zo. Hoppakee, Toxapex neer. Nice. Cherim een beetje gedamaged. Niet heel veel. Hoppa. Later. En Cherim gooit een Solar Beampy. Maar dat duurt natuurlijk 2 beurten. Dus nu hebben we op zich wel wat kans. Scrafty doet Thunder Punch. Ja, is niet de meest perfecte move. Je had beter misschien dan toch Crunch kunnen doen. Daar is Golisopod weer. En dan ga ik, ja, heel saai, maar toch weer gewoon voor Electro Web. Zodat we hopelijk Golisopod kunnen nakken. Helaas. Helaas. Dat gaat hem niet meer worden. Cherim gebruikt nu Solar Beam. Dit is best wel een, Ja, dit is wel een goede set. Ja, lekker Thunder Punch op Golisopod. Helaas overleeft hij het wel. Hij is wel paralyzed. Dat is fijn. Alright. Ik gooi Articuno eruit. En dan ga ik er een beetje vanuit dat Golisopod nu wel kapot is. Kijk, ja, top. Die is weg. Daar hebben we geen last meer van. Cherim doet de Dazzling Gleam. Die raakt ons allebei. En Scrafty is nu ook kapot. Ja, het gaat aardig gelijk op. Oeh, Grimmsnarl van Marnie. Hoeveel Pokémon heeft iedereen nog? Ik ben echt vet confused. Heeft iedereen 6 Pokémon? Ah, nee, zij hebben er 3. En ik heb er wel 6. Dat is wel een beetje oneerlijk eigenlijk. Ik denk dat het tijd is om Dreadnought te slopen. Ik denk dat we daarvoor moeten gaan. Dus ik ga nu even Dynamaxen. Ik heb geen super effective move, maar hey. We willen gewoon een grote Articuno zien, toch? Of niet? Kijk dan. Eigenlijk zou ik nu gewoon alleen maar zo hoeven te doen. En dat het dan klaar is hoor, met Dreadnought. Max Mindstorm. Oh, hij overleeft het net. Ja, en Grimmsnarl, die heeft niet aangevallen. Dat is wel jammer. Dreadnought doet Rock Tomb. Ja, dit is niet fijn. Dit is helemaal niet fijn. Cherim gebruikt a Sunny Day. Dus ja, nu wordt het weer lekker weer. En Cherim doet Flower Gift. En daarmee transformt hij. Maar we moeten sowieso die Dreadnought even slopen. Die moet sowieso weg. Ja, maar Nessa die denkt, ja, dat laat ik niet zomaar gebeuren. Ik ga ook Gigantamaxen. Ik Gigantamax mijn Dreadnought gewoon nu. Hopelijk kunnen we hem in één keer slopen nu. Ja, het is inderdaad ook de Gigantamax versie. Wat een beest is dit, hè. Holy moly, kijk dat panzer, jongen. Ik ben benieuwd wie een sterke panzer heeft. Dreadnought of Blastoise? Nou, Grimmsnarl, die is weer het snelste. Die gaat weer niet aanvallen. Die zit zichzelf alleen maar te boosten. Is allemaal leuk en aardig. Maar Dreadnought gaat nu wel Max Darkness op mij doen. En dat sloopt mij. Dus Grimmsnarl, ik had liever gehad dat je even dat laatste kleine HP van Dreadnought weggehaald. Dan dat ik nu gewoon nog Articuno. Oh, Marnie. En Cherim die gebruikt nu even lekker Solar Beampy. Ja, lekker bezig, Grimmsnarl. Kijk hoeveel pijn je hebt. Marnie, ga nou eens aanvallen. Het is tijd voor Urshifu. Let's go. Volgens mij is Urshifu ook wel lekker snel. Dus ik doe een Brick Break hier op Dreadnought om het af te maken. Later. Kijk, zo zie ik dit graag. Oké dan. Ja, ze zijn toch wel lekker Pokémonnetjes aan het slopen van mij, hoor. Die Milo en die Nessa. Kijk, Grimmsnarl gaat nu aanvallen. Kijk, en hij sloopt wel in één keer nu die Cherim. Dat is dan wel weer een voordeel, omdat hij zichzelf zo geboost heeft. Milo heeft volgens mij nu nog 1 Pokémon over. Ja. Dit is zijn laatste opmerking. En hij heeft nog een Appleton. Ja, wat een baas. Gewoon een appeltaart Pokémon in de vorm van een draak. Ik probeer Aerial Ace. Dat is super effective. Haalt ongeveer 1/3 van zijn HP weg. Grimmsnarl doet Play Rough. Ja. En dan is het toch klaar. Heeft Marnie het uiteindelijk toch nog wel aardig gedaan. En zijn Nessa en Milo verslagen.
Milo die zegt dat was heel goed teamwork van allebei de kanten. En Nessa wordt weer gek. En die zegt nee, we zijn weggewast. Weggespoeld. Helaas. 23.000 Pokémonies. Lekker man, dankjewel. En Nessa zegt ja, ik ben er niet zo verbaasd van dat jij de Pokémon kampioen bent. Nu moeten we tegen Melanie en Alistair. Oftewel, IJs en Ghost. En dat wordt serieus nog lastig voor mijn team, denk ik. Want IJs is super effectief tegen Flying. En de helft van mijn team is Flying. Dus ik denk dat ik heel snel Fighting Moves moet doen tegen de ijs-Pokémon van Melanie. Want die zijn natuurlijk super effectief. Als die ijs-Pokémon dan weg zijn, dan is het een koud kunstje om de rest te verslaan. Maar ja, dat wordt nog wel een ding. En of dat gaat lukken, zien we in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor dagelijks Nintendo-video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!